VVV-TV is mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics. Goedenavond en welkom bij een nieuwe uitzending van VVV-TV. We zitten een paar dagen voor de wedstrijd hier in de Kool tegen Feyenoord. En dus werd er op het veld naast de Kool flink getraind door de selectie. Na afloop spraken we met Ton Lokhoff over de wedstrijd. En uiteraard ook een interview met Ricky van Haren, de oude Feyenoorder, maar tegenwoordig in dienst van VVV. Ook gaan we luisteren naar de muzieksmaak van Guus Joppe. Maar eerst uiteraard het laatste VVV-nieuws. En voor wie het vorige week in Venlo vandaag heeft gemist, de samenvatting van de oefenwedstrijd tussen VVV en MVV. Afgelopen week kregen kinderen met een lichamelijke en verstandelijke beperking de kans om een kijkje te nemen bij VVV. Ja, hebben we stiften? Hebben de leiders stiften? Ja. Nou, dan zetten ze maar een handtekening op. Uiteraard gingen ze zelf trainen, maar ook werd er natuurlijk een training van de selectie bekeken. Ja, we zijn met gehandicapte kinderen zijn we hier allemaal verschillende activiteiten doen bij VVV. Twee leuke dagen. Gisteren is het ook al geweest. Twee leuke dagen te bezorgen. Ja, wat voor activiteiten hebben jullie gedaan? Vooral natuurlijk veel voetballen. Er zijn gisteren twee spelers geweest. De twee Japanse spelers die nu in trainen zijn. Veel partijen. We hebben vanmorgen techniektraining gedaan. We gaan zo meteen een spel in het stadion doen, dat ze een beetje door het stadion heen moeten gaan. Ja, en ze hebben natuurlijk heel veel plezier. We zijn met de kleine dingen zijn ze al zo blij en dat is geweldig om te zien. Ricky van Haren en Jannik Wildschut hebben zich met Jong Oranje geplaatst voor het EK van 2013 in Israël. Jong Oranje won allebei de playoff wedstrijden tegen hun Slovaakse leeftijdsgenoten met 2-0. Nikima Empa speelde vrijdag met Finland de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Slovenië met Alexander Radosavljevic won vrijdag met 2-1 van Cyprus. Vier dagen later in Albanië verloren de Slovenen met 1-0. En terwijl de internationals hun kwalificatiewedstrijden speelden, werkte de rest van de selectie in Venlo een oefenwedstrijd af tegen MVV. De nummer 18 van de Eredivisie tegen de koploper van de Jupiler League. Al in de tweede minuut is het Marcel Meeuws die kan profiteren van slecht uitverdedigen van keeper De Winter van MVV. 1-0. Marcel Sijpen maakte dan 2-0 van na opnieuw weifelend optreden van die keeper. In de 39e minuut maakt Oetje nog voor na deze goede voorzet van Brian Linssen er 3-0 van. Vlak voor rust doet Michael de la Rosa iets terug voor MVV en dus gaan de ploegen met 3-1 de rust in. In de tweede helft liefst 7 wissels aan de kant van VVV. Maar VVV gaat door. Yuki Uche Yuki. En dan is het in de 55e minuut 4-1. Veldmaten doet dan nog iets terug voor MVV, maar het is Ozan Turik die met deze vrije trap via de muur de eindstand bepaalt op 5-2. Na afloop van de wedstrijd blijkt dan dat Ismael Vostermans niet ongeschonden uit de strijd is gekomen. Hier gaat een MVV-speler op zijn hand staan. Hij voetbalt dan nog door tot de rust, maar gaat daarna uit voorzorg toch naar het ziekenhuis. En hij houdt er dan 5 hechtingen aan zijn hand in over. Nou, dus een klein incidentje heeft er plaatsgevonden met mijn hand. Iemand stapte op mijn hand en die scheurde open. Maar hij zette zeg maar af en je hebt tegenwoordig van die mooie pinnen onder die schoenen. Dus hij zet af op mijn hand en hij scheurt open en aardig gat erin. Het was niet normaal, je zag de aders lopen, de botten zag je aan alle kanten uitsteken. Maar ik heb gewoon die wedstrijd tot de rust uitgespeeld en toen ben ik doorgegaan naar het ziekenhuis. Wat hebben ze er nu mee gedaan? Ze hebben het gehecht. Dus, er zijn een paar mooie hechtingen ingezet door een co-assistent, dus dat moet nu even een beetje helen. De afgelopen weken hebben we al regelmatig de muziekkeuze van de spelers aan moeten horen. Vandaag is het de beurt aan Guus Joppe. We
Wanneer? Ja, eigenlijk dagelijks in de auto, als ik van Eindhoven naar Venlo rijd. Ja, ik vind de Swedish House Mafia wel leuk. Alleen jammer dat ze ermee stoppen, maar dat vond ik wel goede muziek altijd. Heb ik wel eens aan zo'n feest, hè? Ben ik eigenlijk nog nooit geweest van hun. Maar wel eens, ik weet niet of je het kent van Lake Dance of zoiets. Daar ben ik wel ooit geweest. Nummer twee? Nummer twee, dan doen we David Guetta. Dat is toch wel de beste DJ, vind ik. En ja, heeft toch wel aardig wat nummers de laatste tijd gescoord. Weet je zelf soort muziek ook wel? Ja, ook hetzelfde soort muziek. Ja, dat vind ik gewoon lekkere muziek zo in de auto. Dus ja, dat vind ik wel leuk. En voor de wedstrijd ook? Ja, voor de wedstrijd ook. En dan het liefst lekker hard. Dan ben je er goed naar de wedstrijd toe. Hey, bring it on, baby, all your friends, you're the... and I love that body. You wanna ball, it's blistered, I swear you're good, I won't tell nobody. You gotta be a BFF, I wanna see that girl, it's all women invited. Ja, dan doe ik toch Guus Meeuwis. Is toch wel toch een andere kant, maar ook wel een leuke kant. Dus. Ik gok dat jij er voor Brabant gaat. Ja, dat blijft wel een mooi nummertje voor onze Brabant, ja. Nee, het is niet het volkslied, maar ja, de meeste mensen vinden wel dat het volkslied zou moeten zijn. Jij ook? Ja, vind ik wel. Kun je meezingen? Ik kan wel meezingen, ja. Dan begin maar eens. Ja. Nee, doen we niet. Het is een mooie week voor Ricky van Haren. Samen met zijn VVV-teamgenoot Jannik Wildschut plaatst hij zich met Jong Oranje voor het EK van 2013 in Israël. En zondag natuurlijk ook een speciale wedstrijd voor hem, als hij het met VVV opneemt tegen zijn oude club Feyenoord. Ja, het was een mooie week. We zijn geplaatst voor het EK. Ik heb een halve wedstrijd mogen spelen. Het liefst had ik een hele gespeeld, maar ja, dat was niet het geval. Maar het was op zich een mooie week. De eerste wedstrijd hebben we gewoon een goed resultaat neergezet. En ja, de tweede wedstrijd hebben we het gewoon goed afgemaakt. Ja, als ik denk aan Slowakije, dan denk ik makkie. Nou ja, je moet ze nooit onderschatten natuurlijk. En ja, daar die wedstrijd uit heb je ook nog een beetje geluk gehad. Je kan binnen 30 seconden ook met 1-0 achterkomen. Dus ja, makkie was het zeker niet, maar ja, we hebben het wel gehaald. En nu het EK. Wat stel je daarvan voor? Ja, zeker. Ik heb dan al twee jeugd-EK's meegemaakt. Onder 17 in Turkije en onder 19 in Frankrijk. Dus dat zijn gewoon hele mooie toernooien. En ja, ik hoop hem dus deze keer weer mee te maken. Ja, jullie hebben al, of Jong Oranje heeft al twee keer een EK gewonnen. Waar kan dit Jong Oranje eindigen? Ja, dat weten we niet van tevoren. De trainer geeft aan en ik denk dat wij er ook zo in staan dat we gewoon voor de titel moeten gaan. Maar ja, dat zie je op dat toernooi vanzelf wel. Ik vind altijd dat je voor de overwinning moet gaan. En met het team krijgen we inderdaad een sterk team. Dus ja, dan moet je er wel voor gaan, ja. En dan was het al een mooie week en dan staat er ook nog een hele mooie wedstrijd op het programma. Ja, inderdaad, tegen mijn oude club. Ik had onderling al met wat jongens erover. En ja, het is een hele mooie wedstrijd. Ja, ik zeg het, je begint te lachen. Je hebt er zin in, hè? Ja, tuurlijk. Voor zo'n wedstrijd, ja, zeker weten, heel veel zin in. Je kent Feyenoord natuurlijk door en door. Waar moeten we op letten? Ja, het is gewoon een goed team. Vorig jaar hebben we als team, toen ik daar nog speelde ook. Gewoon ja, een heel goed resultaat neergezet om de tweede plaats te halen. En dit jaar, ja, ze staan nog steeds, draaien nog steeds bovenin mee. Dus ja, het is gewoon een goed team. En, maar ja, zoals ik zeg, tegen PSV en Twente hebben we ook gewoon... tenminste, Twente verlies je dan de laatste minuut. PSV begin je gewoon goed. Als je de kansen afmaakt, dan kan het ook tot een beter resultaat leiden. En, ja, zo moeten we tegen Feyenoord en met die instelling moeten we gewoon het veld in gaan. En Feyenoord heeft sowieso moeilijk in Venlo. Ja, dat weet ik. Ik heb het zelf ervaren hier. Zodat we, tenminste, de twee keer dat ik erbij was, hebben we allebei verloren. Dus, ja. 21 jaar niet gewonnen hier. Nou ja, dat laten we er dan maar 22 van maken. En zoals gebruikelijk hebben we ook deze week weer een prijsvraag. Maar eerst even het antwoord op de oude prijsvraag. De vraag was toen, wie was de laatste speler die de overstap maakte van Roda naar VVV? Het antwoord daarop was Frank van Kouwen. Een van degenen met het goede antwoord was Jan Gerbeks en hij komt uit Afferden. Hij wint dus twee toegangskaarten voor de wedstrijd VVV tegen NAC Breda.
De prijsvraag van deze week gaat over de wedstrijd van zondag tegen Feyenoord. En wie kan die vraag dan beter stellen dan Ricky van Haar? Nou ja, zoals jullie weten kom ik uit de jeugd van Feyenoord. Ik heb daar ook mijn debuut gemaakt. Dat was in het jaar 2010 tegen Heerenveen thuis. En de vraag is, voor wie kwam ik toen in het veld? Weet jij het antwoord op de prijsvraag? Stuur dan een mailtje naar vvvtv@omroepvenlo.nl. En dan maak jij kans op een heel bijzonder VVV-shirt. Zoals ik net al zei, werd hier op het bijveld van de Koel flink getraind door de selectie in de voorbereiding op de wedstrijd tegen Feyenoord van de komende zondag. Terwijl de jongens en meisjes na hun training nog even toekijken, bereidt de selectie van trainer Lokhoff zich voor op de wedstrijd tegen Feyenoord. En Feyenoord is de ploeg die al 21 jaar niet wist te winnen in Venlo. De laatste keer was in 1991, toen Gaston Talment de Rotterdammers aan een 0-1 overwinning hielp. Maar ook de trainer weet natuurlijk dat resultaten uit het verleden geen garanties bieden voor de toekomst. Nee, zo werkt dat. Dat zeg je heel mooi. Nee, klaar, dat weten we ook natuurlijk. En je moet het iedere keer maar weer zelf doen. En het hoort ook zo. En wij hebben afgelopen anderhalf week keihard getraind. Vind ik dat dat nodig was. Ook gewoon gezien dat we toch weinig punten gehaald hebben. Ook mentaal. Dat we gewoon door een bepaalde barrière heen moeten. En hopelijk werkt dat. En kunnen we dat zondag laten zien. Afgaande op de training lijkt Guus Joppe op rechtsback weer de voorkeur te krijgen boven Ahmed Ami. En ook Yuki lijkt zijn eerste basisplaats in de competitie te krijgen. En dat zou dan ten koste gaan van Brian Linssen. Centraal in de verdediging lijkt Ismo Vostermans opnieuw de voorkeur te krijgen boven Niels Reuseler. Maar niet alleen op personeel gebied lijken er veranderingen te komen. Ook op voetballend gebied. Er is de afgelopen weken namelijk veel getraind op duelkracht. Want daarin schoot de ploeg volgens de trainer nog wel eens tekort. En als je het kan, moet je altijd voetballen. Dat vind ik ook, daar ga je vanuit. Maar als dat niet kan, dan moet je wel eens een mooie manier om te overleven. Ja, dus het voetbal wordt nu overboord gegooid, vechten voor de punten? Nee. Jij luistert niet naar wat ik zeg. En dat vind ik wel jammer. Ik zeg dat ik van voetballen hou. En dat ik, als het kan, met team altijd op voetballen. Omdat er naast voetbal ook andere dingen bij horen. En ik vind dat we daar, zeker de eerste wedstrijden, wat tekort in zijn geschoten. En daarom hebben we daar specifiek op getraind. Maar nogmaals, voetballen zullen we het dan altijd blijven doen. Tot zover VVV-TV voor deze week. Komende zondag, zoals gezegd, de wedstrijd VVV tegen Feyenoord. En die begint om 14:30 hier in de Koel. En er is nog altijd een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Maandag gaan Venlo vandaag de reacties na de wedstrijd. En volgende week vrijdag uiteraard weer een aflevering van VVV-TV. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. VVV-TV is mede mogelijk gemaakt door Sikon Logistics.